Een supermarkt in Rotterdam-Noord wordt eind oktober overvallen. De eigenaresse reageert nogal stoïcijn. Ze haalt een paar trucjes uit, waardoor de overvaller het hazenpad kiest. Wat opvalt bij de beelden die we u laten zien, is dat hij één hand in verband heeft. Op vrijdagavond 30 oktober rond 11 uur is er niemand in de winkel aan de Van der Sluisstraat in de Provenierswijk in Rotterdam-Noord, behalve de eigenaresse. Dan komt deze man binnen. De eigenaresse was op dat moment alleen aanwezig, want het was 11 uur en de winkel was al niet zo lang open. Op dat moment komt er een man binnen met een mes in zijn hand. En die vraagt om een pakje sigaretten. Dat vond ze al raar. En zij gaat vragen stellen naar zijn identiteitsbewijs. Om op die manier tijd te rekken in de hoop dat er misschien nog iemand binnenkomt. Die man wordt boos en die zegt: ik wil geld. Op dat moment is ze heel daadkrachtig, de eigenaresse. Pakt iets van onder de toonbank, slaat keihard op de toonbank. Hij schrikt en hij gaat weg, zonder buiten. Het is een jongen met een mager postuur. Hij is ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft kort donker haar en bruine ogen. En wat opmerkelijk is, zijn rechterhand zit op 30 oktober in het verband. Misschien heeft er iemand in de omgeving die eind oktober zijn hand in het verband had en overeenkomt met de beelden. Belt ons alsjeblieft als u ons kunt helpen. Bel met de politie Rotterdam als u tips heeft. 0860 70 of met meldmisdaad anoniem 0800 7000.